Het Bureau Migratie en Integratie, BMI, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de maand maart validatiebijeenkomsten gehouden met betrokkenen. Dit om te komen tot goedkeuring over het rapport met betrekking tot de implementatie van het Montevideo Consensus. Het gaat om een nationaal rapport dat uiterlijk 29 maart moet worden ingeleverd bij de Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Volgens Michelle Jules, beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, gaat het hierbij om gegevens vanuit de verschillende ministeries en andere belanghebbenden die in het rapport zijn verwerkt. De bedoeling is dat het eerst moet worden voorzien van hun goedkeuring, alvorens te komen tot het finaliseren van het rapport. De meetings bestaan uit elk 3 sessies en zijn verdeeld over 2 dagen. Enkele stakeholders die deel hebben genomen aan de meetings zijn onder andere het Bureau Gender Aangelegenheden, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het IWGDS en het BBGO. En de stakeholders krijgen dus de gelegenheid om feedback te geven op de data die in het rapport is opgenomen. En aan de hand daarvan houden we samen de finale tekst van het rapport bepalen. Het ministerie is in oktober 2017 begonnen met de drafting van het rapport. Hierin zijn verschillende onderwerpen opgenomen. Onderwerpen die tijdens de meeting aan de orde komen, zijn onder andere gendergelijkheid, de ontwikkeling van inheemsen en Afro-Surinamers, veroudering en migratie. Het Montevideo Consensus is een regionale overeenkomst van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dit rapport moet dus uiterlijk 29 maart ingeleverd worden, zeg maar bij ECLAC. En de regionale bijeenkomst wordt dus of in juli of in augustus gehouden. En tijdens die bijeenkomst gaat er dus een vaste rapportageperiode worden vastgesteld door de regio. Dus dit is de eerste keer dat we gaan rapporteren met betrekking tot de implementatie van het Montevideo Consensus. En tijdens de regionale bijeenkomst waarbij deze rapporten gepresenteerd zullen worden, gaat de regionale gemeenschap een vaste rapportageperiode vaststellen. Dus dan zullen we horen, wordt het om de 3 jaren, wordt het om de 4 jaren of wat het precies wordt. Het consensus heeft betrekking op bevolkingsontwikkeling en is vooral gericht op het formuleren van een bevolkingsbeleid door de lidstaten. Het consensus is in augustus 2013 aangenomen. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, heeft directeur Natasha Benandon van MINOC de projectcontracten Afstandsonderwijs en Bouw Hoofdkwartier Senatie ondertekend. Voor het afstandsonderwijs is ruim $480.000 beschikbaar. Het bedrijf Integrated Computer Services ICS NV is aangetrokken voor de aankoop van het apparatuur. Dit apparatuur zal ondergebracht worden in 7 aangewezen praktijkcentra van het ministerie die zijn opgezet voor het Technical and Vocational Education and Training. Het Polytechnisch College PTC is coördinator van dit geheel. De bouw van Senasu valt onder het Basic Education Improvement Program bij fase 2. De start is gepland voor november 2018. Het ingenieursbureau bedrijf Syntec NV zal de ingenieurswerkzaamheden verrichten voor ruim $180.000 gedurende 24 maanden. Het nieuw gebouw van Senasu, dat op het achterterrein van het hoofdkantoor van het MINOC zal staan, zal verantwoordelijk zijn voor de permanente nascholing van onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden van het ministerie. Ons dorp weer liever is gevoerd.
gezondheidszorg moet gebracht worden naar de burgers ongeacht hun woonplaats en aantallen. Om deze doelstelling waar te maken, heeft de regering de medische dienstverlening naar het Kabalebo-gebied gebracht. Minister Patrick Pengel van het ministerie van Volksgezondheid is blij met het team dat de afgelopen maanden de trekkersrol heeft vervuld om deze projecten te doen slagen. Met het registreren van mensen in het gebied Te Apura zijn er uitdagingen geweest, maar met de gezamenlijke inzet is de polykliniek eindelijk een feit. Hiermee wordt de gezondheidszorg gebracht naar een ander niveau. President, welkom. Dan ga je kracht in mijn keer alles aan komen tot staan. Dadelijk, Poosiga, Poli, Wissikile, Javego, Inago Faramor. Dus maar zoals nu ja samen alle den dorpen, de kapitein, Kobondorawan, Honawan Kofu, Mino den Kolasi. We hebben van verschillende kanten ondersteuning gehad. Toen de opdracht werd gegeven van directeur, ga de 6 dorpen van medische specialisten voorzien. Ga daar overnemen. Dan tegen president, we gaan op je krabbeltje toe. Want hoe ga ik verantwoorden dat ik zomaar naar de dorpen ga? Maar dan hadden we een GPK-benschop, nu gepensioneerd. Die heeft me eigenlijk met een smoesje naar Tapuripa gebracht. Ze waren al naar Kabalibo gegaan. En Amatak, ik loop binnenland, drink. Ik dacht, ik loop binnenland. Amatak, dat koek op je zo naar Tapuripa. Ik dacht, of Arasan dat de. Amatak, let je naar Bakauku. Ik dacht, oké, hoe ik ook. Amatak, maar dat je tjadak te sibilo kom mee toen. Ik dacht, ik ben een malop visie. Amatak maar hij chama toepakra specialist naar de loop binnenland. En zo heeft hij ons eigenlijk met een foefje naar Tapuripa gebracht. Maar we zijn toen, dacht ik, 3 missies hebben we toen gebracht. Want we zagen de noodzaak. Er was in geen jaren niet eens een GZA er gekomen. Zonder iemand onaangenaam te zijn. Maar het is goed dat we de historie aanhalen waarbij men niet kon zeggen van MMC wil en moet dorpen van Suriname voorzien van gezondheid. De opzet van het medisch centrum is een samenwerking geweest tussen het team van MMC en bouwvakkers van het leger. Daarnaast hebben ook Telesur en SVM een bijdrage geleverd om een geheel functionerende poli af te leveren. Met de polykliniek Te Apura is de gezondheidszorg dichter bij de mens.